Hallo creatieve familie, even een snelle video vandaag. Ik heb heel veel mensen die mij vragen dat ze niet snappen hoe het hobbymesje van de Action in elkaar moet. Terwijl het eigenlijk heel simpel is. Dus ik ga jullie het even snel laten zien. Je hebt natuurlijk ons mesje met aan de achterkant het magneetje. Dan selecteer je je mesje. Haal je hem zo eruit. Zodat je natuurlijk zelf geen pijn doet. Dan pak je je mesje en dan moet je dit gaan opendraaien. Je pakt hem namelijk hier vast. Dan kun je hem zo ronddraaien. Zie je? Wat ik doe? Ik pak de achterkant vast en die draai ik zo open. Dan wordt het hier bovenin losser. Dan pakken we hier het sneetje. Dan zorgen we even dat we hem erin krijgen. En dan moet je goed oppassen met het mesje natuurlijk. Doe jezelf geen pijn. Je kunt wel toch iets losser draaien als het niet goed genoeg is. En dan normaal schuift het er zo in. Krijg hem erin. Ja, dan gaat hij erin. Dus ik ga hem nou hierin zetten. Schuif hem door. En dan draaien we hem weer aan. Ik moet altijd extra voorzichtig zodat ik mezelf geen pijn doe. Maar dit is dus hoe je een hobbymesje in elkaar zet. Wil je hem al weer uit elkaar hebben? Hou ik dit eens vast. Draai ik de achterkant open. Die weer los is. Pak ik hier mijn mesje vast. Dan kan ik hem zo eruit schuiven. En erin is dus hetzelfde. Kan ik mijn mesje hierin terugplaatsen? Heb ik een ander mesje nodig? Zet erin. Daar maar was. En dit is dus hoe je een hobbymesje van de Action in elkaar zet. Nou, ik hoop dat jullie wat aan hebben, dat jullie het nou wel lukt. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en onthoud jongens, be unique!